Wat leuk dat jullie komen kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag gaan wij naar... kijken. En Jekerpark. Vulkanenveilig. De kees naar de kinderopvang. Echt waar? Mag je even kleden naar de kinderopvang? Ja. Wij gaan dus inderdaad kijken of wij leuke carnavalskleren kunnen gaan vinden. Dus gaan jullie mee? Is het zo'n eind rijden? We zijn er! Ja? Ja, en heb je iets leuks? Ja, ik heb hem gevonden. Die wordt het. Zo, het is alweer even een tijdje geleden, maar we gaan de auto's laten wassen. Volgens mij is de laatste keer nog voor de sneeuwbuien geweest. Dus dan gaan we in ieder geval die oude pekel en dat soort dingen, het zout aan de onderkant van de auto, eens weghalen. Maar er zijn meer mensen die datzelfde dachten voor vandaag. Ik ben ook niet gewend om op een zaterdag naar zo'n wasstraat te gaan. Dus het is best druk. Oh nee, we zien niet meer Nova. Waar zijn we nou Nova? Gaan we dat doen? Kijk eens hoe vies en stoffig het dashboard is. Dat laten we ook doen door de mensen die daar binnen werken. Bij deze autowasstraat, waar ook een interieurbaan zit, wordt in 12 minuten de gehele binnenkant van je auto schoongemaakt. De matten worden gestofzuigd, er wordt gestofzuigd in het algemeen, de ramen worden aan de binnenkant allemaal gedaan, het dashboard wordt afgedaan, de dorpels worden schoongemaakt. Als je dat combineert heb je dus een hele schone auto van de buiten- en binnenkant. Ideaal. Is het lekker, Nova? En wat had je ook alweer? Aardbeien thee. Wauw. Alle stofjes zijn weg. Alles blinkt weer. Alles goed gestofzaagd en we gaan nu nog voor de laatste keer door de borstels heen. Want we hebben een wakslaag op de auto gespoten en die wordt door de borstels nog netjes uitgesmeerd, denk ik. Hij raakt op die auto niet eens. Zie je dat? Ja, het is dan wat vies.
smalle auto is. Ja, dat zal het zijn. Zal die de auto wel raken? Het zijn wel hele zachte borstels. Het zijn hele zachte borstels, ja. Niet. Oh ja. Oh jawel, hij raakt wel iets, ja. Het zijn nieuwe borstels, ze waren eerst blauw van kleur en nu zijn ze in rood-zwart. Zo, dan word je wel een beetje gehypnotiseerd door. You are getting sleepy. Nou, deze raakt ook echt de auto, ja. Kijk, nee, die raakt de auto niet echt. Nou, de spiegel wordt wel geraakt. Misschien wordt wel schoongemaakt. Ik denk dat die nog een beetje afgesteld moet worden. Kijk. Die rijdt niet goed in het midden. Jawel. Hij raakt gewoon heel de auto niet. Anna, doe er wat aan. En dan krijgen we nog een beetje uitzwaaien, hè? Oh, hij gaat jou slaan. Boem. Boem. Oh. Man. Ja, ik weet. Boom. Boom. Oh nee. Boom. Zeg maar tada! Tada! Zo fout. Maar wel grappig. Is het leukste ding. Kijk, als je naar je kijkt, dan gaat het heel goed. Hey, gaan we, Nova, gaan we nou jou omtoveren in de bij? Oh, ga jij een bijtje worden? Ja. Ja? Door al het gefeest ben ik gewoon helemaal vergeten een outro te maken voor de video. Ik hoop dat jullie de kleren ook leuk vonden die Melissa en Nova hebben gehaald. Voor nu ga ik deze vlog afsluiten. Als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, vergeet het dan ook zeker niet te doen. Laat een blauw duimpje achter. En voor nu kan ik niks anders zeggen. Tot de volgende vlog.